Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is afgelopen jaar niet in voldoende mate geslaagd om werkzoekenden te plaatsen in de private sector. Dit legde minister Stephen McAndrew gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling uit. Hij meent dat dit komt omdat werkzoekenden geconfronteerd raken met een aantal obstakels, waardoor ze een bepaalde baan niet kunnen aannemen. De bewindsman zegt dat de dienst arbeidsbemiddeling getracht heeft om 65 mensen te plaatsen in de private sector, maar dat slechts gelukt is bij 9 personen. De redenen waarom het niet is gelukt bij 56 anderen betreft onder meer geringe scholing, het niet willen vaccineren, personen die aangaven dat er geen openbaar vervoer was naar het bedrijf toe, geen bereidheid om in shiftverband te werken en dergelijke zaken. We hebben ook een project uitgevoerd, voorzitter, betreffende de om- en bijscholing van 30 personen die als gevolg van de COVID-pandemie werkloos waren geworden. Verder zijn we op dit moment bezig om te kijken hoe we de dienst arbeidsbemiddeling kunnen moderniseren middels een vacaturebank, om zodoende nog beter in staat te zijn om de match te doen tussen werkzoekenden en de vacatures in de private sector. McAndrew haalde ook aan dat middels de dienst arbeidsbemiddeling er constant geprobeerd wordt een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding en het creëren van werkgelegenheid. Hij wijst er ook op dat zijn departement zich voornamelijk richt op het klaarstomen van mensen voor de arbeidsmarkt. Waar mogelijk zullen we helpen om die match te plegen tussen bedrijfsleven en werkzoekenden. Maar het ministerie op zich creëert geen werk. Dat moet toch wel duidelijk zijn, omdat ik heb gemerkt aan de hand van de gestelde vragen dat die misvatting toch nog leeft bij leden van uw geacht college.